Zoals u in de aankondiging heeft gezien, zal Martin Vechter van Defence for Children dadelijk het woord nemen. Hij gaat een belangrijke rol spelen in dit eerste webinar. En voordat we daarmee starten, ga ik nog even kort mijzelf voorstellen en Faros. Mijn naam is Diana Geraci en ik werk als projectleider bij Faros. En zoals u misschien weet is Faros expertisecentrum gezondheidsverschillen. En daarnaast zijn we ook al vele jaren landelijk focal point voor vrouwelijke genitale verminking. En dat betekent dat wij samen met veel andere partijen in het land, zoals bijvoorbeeld de Federatie Somalische Associaties Nederland, EFSAN, GGD'en, Veilig Thuis, JGZ-organisaties, medische professionals en beroepsverenigingen. Samen met hen zetten we ons in voor het voorkomen van VGV. We zetten ons in voor het organiseren van goede zorg voor vrouwen die besneden zijn. En we verzamelen en we verspreiden kennis. U ziet hieronder een aantal activiteiten. We trainen, we ontwikkelen materialen, we organiseren bijeenkomsten zoals dit webinar. En we werken ook mee aan de ontwikkeling van richtlijnen en protocollen. En om enigszins een beeld te hebben wie er vandaag allemaal aangehaakt zijn, ik zie op dit moment 109 mensen, wil ik u vragen om met uw telefoon of uw tablet even naar www.mentimeter.com te gaan. En daar kunt u een code invoeren. Die ziet u hier ook op het scherm. 33966115. En dan ga ik even een technisch hoogstandje doen. Waarvan ik natuurlijk hoop dat dat lukt. Dat is altijd even de vraag. Als het goed is, ziet u nu de eerste vraag. Klopt dat? Ja. Kunnen we nog een keer code even noemen? Ja. Oh, even kijken hoor. Elise, kan jij de code noemen? Ja, hij staat hier ook boven in beeld, boven aan de vragen. Dus dan zie je 7615-5895. Mogen wij nog de eerste e-mailadres? www.menti.com. Heel even een praktische vraag. Zet je dan het scherm van jou nu klein? Ga je dan gewoon naar de computer toe? Sorry, ja. Ik weet niet zo goed wat je bedoelt. Is het de bedoeling dat we nu... Via je telefoon kan je invoeren waar je... Dus via je telefoon of je tablet ga je naar www. Ja, dat zou ook kunnen. Ja, gaat via de telefoon. Nou, er komen al heel veel binnen. Ik zie... Oh, anders. Dat is dan nog wel een enorm grote categorie. Dat is natuurlijk jammer, want dan weten we niet wie daar allemaal onder zit. Maar zoals u in elk geval ziet, ik ga over ongeveer, laten we zeggen, een paar seconden naar de volgende. Is het aantal mensen vrij, zijn we qua achtergronden vrij divers met elkaar? Dat is hartstikke mooi. Ik zie mensen uit de jeugdgezondheidszorg, publieke gezondheidszorg, dat zullen veel mensen van de GGD zijn. Jeugdzorg, jeugdhulpverlening, er hoort ook Veilig Thuis bij. Juridische asielsector, mooi. Nou, ik laat hem nog 10 seconden openstaan. En dan gaan we door naar de volgende vraag. De code werkt niet bij mij. Oké, dan laten we hem even, mevrouw. Want kan ik de code namelijk niet meer zien. Ik ga even door naar de volgende vraag. Dat is de laatste vraag voor dit moment. We zijn benieuwd hoe u op dit moment uw kennis inschat over vrouwelijke genitale verminking in relatie tot de asielprocedure. We hopen natuurlijk dat dat aan het eind van dit webinar in elk geval is toegenomen. Maar we zijn benieuwd hoe het er nu mee staat. Volgens uw eigen inschatting. We gaan het niet testen, dus het is puur een eigen inschatting.
zo te zien zijn er toch ook aardig al wat mensen die best wel veel kennis hebben. Daarvan hoop ik natuurlijk dat we jullie wat nieuws kunnen vertellen. Maar het grote deel van de mensen, nou, dat is heel erg mooi. Die, er is niemand die alles weet. En heel mooi gespreid. Nou, ik hoop dat wij u allemaal wat nieuws kunnen vertellen vandaag. En dat zou natuurlijk mooi zijn. Aan het eind van deze presentatie komen we nog even op terug. Ik ga hier voor mezelf even een screenshot van maken. Dan ben ik benieuwd hoe het er dan uitziet. Ik maak even een fotootje. Dan kunnen we dat aan het eind van de presentatie even vergelijken. Dan ga ik nu de Mentimeter sluiten. En dan ga ik weer terug naar mijn PowerPoint. Nou, zoals u net zag. Even kijken hoor, gaat hij door naar de volgende? Ja, zoals u net zag is de kennis best wel verspreid, hè? Divers. We weten niet allemaal evenveel over dit onderwerp. Omdat ik daarmee rekening wil houden, start ik met een kort filmpje van ongeveer 4 minuten, waarin, dat is een filmpje wat we hebben laten maken naar aanleiding van ons prevalentieonderzoek, wat we 2 jaar geleden hebben gepresenteerd. Dat was een onderzoek naar de omvang van VGV in Nederland. Dus dat betekent dat we in kaart hebben gebracht hoeveel vrouwen naar schatting in Nederland wonen die besneden zijn. En we hebben het risico in beeld gebracht, berekend. En ik ga nu het filmpje starten. Elise, wil jij knikken als het geluid het doet? Elk meisje telt. Omvang en risico van VGV in Nederland. Dit filmpje gaat over meisjesbesnijdenis, oftewel vrouwelijke genitale verminking. In Nederland wonen meer dan 40.000 meisjes en vrouwen die besneden zijn. En 4200 meisjes lopen het risico om besneden te worden. Dit zijn de actuele cijfers. VGV is een culturele traditie. Wereldwijd lopen elk jaar ongeveer 3 miljoen meisjes het risico om besneden te worden. En in totaal zijn naar schatting 200 miljoen vrouwen en meisjes besneden. Hoe zit het in Nederland? In 29 landen waar VGV voorkomt, zijn vrouwen per regio ondervraagd. We weten zo welk percentage van de meisjes en vrouwen in die landen besneden is. Deze cijfers zijn gecombineerd met diverse gegevens van vrouwen in Nederland die gemigreerd zijn uit landen waar VGV voorkomt. Denk aan gegevens als geboorteplaats, leeftijd bij aankomst in Nederland en generatie. Zo hebben we kunnen vaststellen hoeveel gemigreerde vrouwen die besneden zijn in Nederland wonen. De migratie van vrouwen uit landen waar VGV voorkomt is de afgelopen jaren gestegen. In Nederland wonen 95.000 meisjes en vrouwen die zijn gemigreerd uit landen waar VGV voorkomt of van wie tenminste 1 ouder uit 1 van deze landen komt. Naar schatting 43% van hen is besneden. Daarnaast lopen 4200 van in totaal 38.000 meisjes in de leeftijd van 0 tot 19 jaar oud het risico om besneden te worden. Zij lopen dat risico vooral als hun ouders de traditie willen voortzetten en preventieve maatregelen hen niet bereiken. We onderscheiden 4 vormen van meisjesbesnijdenis. Bij 1/3 van de besneden vrouwen in Nederland gaat het naar schatting om type 3, infibulatie. Bij deze ingreep wordt de vagina vernauwd. Elke vorm van besnijdenis kan levenslange gevolgen hebben voor de fysieke en psychische gezondheid van vrouwen. Om VGV te voorkomen en zorg te verlenen aan vrouwen die besneden zijn, is openheid nodig. Alleen dan is VGV bespreekbaar. Kom jij als professional in aanraking met deze doelgroep? Wees alert op meisjes en vrouwen uit landen waar VGV vaak voorkomt. Ga het gesprek open en zonder aannames aan. Of maak gebruik van sleutelpersonen die hetzelfde land van herkomst hebben. Zij kunnen een brug slaan tussen jou en de meisjes en families om wie het gaat.
En werk samen met andere instanties en professionals in de keten die VGV in Nederland aanpakt. Bij de presentatie van onderzoeksresultaten is het goed om mooi afgeronde getallen te gebruiken. Die komen beter over en onthoud je makkelijker. Maar de getallen waar we hiermee rekenen staan voor vrouwen en meisjes. En die tellen allemaal. Daarom is hier de exacte uitkomst van ons onderzoek naar meisjes in Nederland die het risico lopen om besneden te worden 4190. Deze inzichten komen voort uit een onderzoek van VAROS in opdracht van het ministerie van VWS. Meer informatie op www.varos.nl/vgv. Even kijken hoor. Deze naar de volgende. Ja, zoals u net zag in het filmpje, is de migratie van vrouwen uit landen waar VGV als traditie voorkomt de afgelopen jaren, even uitgezonderd van het afgelopen coronajaar, flink toegenomen. En een groot deel van deze vrouwen is ook als asielzoeker naar Nederland gekomen. En dat brengt ons dan ook bij het thema van vandaag. We krijgen bij ons focal point, bij ons adviespunt, regelmatig vragen over meisjes en vrouwen die nog in de asielprocedure zitten. En we weten bij VAROS daar niet altijd een antwoord op, want bij ons werken geen juristen. En daarom zijn we ook altijd heel erg blij dat we kunnen samenwerken en gebruik kunnen maken van expertise van andere experts in het land. En een van de mensen waarmee we graag samenwerken is Martin Vechter. We zijn met velen, hij gaat zo zijn presentatie beginnen. We zijn met veel mensen. Het is helaas niet mogelijk om dan iedereen het woord te geven om vragen te stellen. Ik wil u vragen om uw vragen via de chat te stellen. Ik ga de chat in de gaten houden en Martin gaat op een aantal momenten vragen of er wat vragen zijn. Laten we er rekening mee houden dat ze niet allemaal beantwoord of aan de orde kunnen komen. Als dat niet zo is, dan komen we daar later op schriftelijk komen we daarop terug. Martin, ik ga. Elise, wil jij de presentatie starten van Martin? Ik ga stoppen in elk geval nu met delen. En ik zet mijzelf op mute. En dan is het woord aan jou, Martin. Ja, dankjewel. Dank aan VAROS, dank aan Diana voor de gelegenheid om hier vanuit Defence for Children een bijdrage te leveren aan dit webinar over dit belangrijke onderwerp. Dat doen we graag. Mijn naam is dus Martin Vechter en ik werk als juridisch adviseur bij Defence for Children op de kinderrechten helpdesk. En daar behandelen we jaarlijks enkele honderden vragen van kinderen die op de een of andere manier met het vreemdelingenrecht in aanraking komen. Binnen die vragen bevinden zich ook vragen van mensen waarbij het gaat dus om meisjes die besnijdenis vrezen in het geval van terugkeer naar hun land van herkomst. En daarin proberen we dan hun zaak te ondersteunen vanuit kinderrechtelijk perspectief. Dus daar zou ik graag wat meer over vertellen. En Diana heeft het net al even genoemd. Dat de aanwezigen bij dit webinar, dat is een hele gevarieerde groep. Ik ga het straks even hebben over de asielprocedure. Hij kan naar de volgende slide. Dat is voor de juristen en advocaten natuurlijk allemaal geen nieuws. Dat geldt ook voor VGV als asielgrond. Maar goed, omdat er ook heel veel mensen zijn die geen juridische kennis hebben, ga ik daar toch even kort iets over zeggen. En daarna zal ik inzoomen op een specifieke groep zaken waar ik me al jarenlang vrij intensief mee bezig hou op de helpdesk. En dat gaat over de zaken van Guinese meisjes. In de asielprocedure in Nederland werkt het zo dat iemand die hier aankomt en asiel wil aanvragen op grond van het risico van besnijdenis, die moet zich dan melden in Ter Apel. En op dat moment wordt de asielaanvraag gedaan. Dan start ook de rust- en voorbereidingstermijn
Dat was in voorbereidingstijd. En dit is even in een notendop wat er dan gebeurt. Hè. Dan is er bijvoorbeeld mogelijkheid tot voorlichting door vluchtelingenwerk. De asielzoeker krijgt een advocaat toegewezen. En er vindt een medisch onderzoek plaats in het kader van het horen. Hè. Dan wordt door het FMMU in Utrecht bepaald of iemand al dan niet in staat is om gehoord te worden. Gaat een asielzoeker doorgaans de algemene asielprocedure in. Daarop volgend kan een asielzoeker in de verlengde asielprocedure terechtkomen. Ik zal daar zo wat nader op ingaan. Ja. De algemene asielprocedure, dat is de zogenaamde achtdaagse procedure. En dat geldt alleen maar voor de zaken die vallen onder spoor 4. Hè. Dat is voer voor de advocaten. Er zijn ook zaken waarbij het sneller gaat of waarbij een andere afhandeling plaatsvindt. Bijvoorbeeld als er sprake is van een situatie dat iemand al in een ander land in Europa asiel heeft aangevraagd. Of dat er sprake is van een veilig derde land. Maar we gaan hier even uit van de situatie dat dat niet aan de orde is. En dat iemand dus echt in Nederland in de asielprocedure wordt opgenomen. Dan geldt in beginsel dat het de algemene asielprocedure wordt, die dus 8 dagen duurt. En dan zijn er 3 uitkomsten mogelijk in die procedure. Dat is dat er een inwilliging plaatsvindt, dat wil zeggen de asielaanvraag die wordt toegewezen en iemand krijgt verblijf in Nederland. Er kan een afwijzing van de asielaanvraag volgen. Nou, als dat gebeurt, dan kun je natuurlijk altijd in beroep bij de rechtbank. Daar zal ik het straks ook over hebben in het kader van die Chinese zaken. En het kan zo zijn dat de zaak wordt doorgezonden naar de verlengde asielprocedure. En dat gebeurt vaak omdat de IND, de Immigratienaturalisatiedienst, die verantwoordelijk is voor het beoordelen van asielaanvragen van vreemdelingen, omdat die vindt dat er meer onderzoek nodig is, omdat de zaak niet binnen 8 dagen kan worden afgehandeld. En dan wordt de beslistermijn verlengd tot 6 maanden in principe, maar die kan dan vervolgens nog weer worden verlengd tot in het uiterste geval 18 maanden. En zelfs dat zien we de laatste tijd, hè, met de zaken die nu door de taskforce worden behandeld en waar ook veel aandacht voor is in de media, dat niet gehaald wordt in sommige gevallen, of in best wel veel gevallen eigenlijk. Hoe ziet die algemene asielprocedure van 8 dagen er dan uit? Na de rust- en voorbereidingstijd vindt op dag 1 het eerste gehoor plaats met de IND. Dan vindt er een gesprek plaats. Dat gaat over de identiteit, de nationaliteit, hoe de familiesituatie is, hoe iemand gereisd is naar Nederland, de vluchtroute, maar bijvoorbeeld ook wat iemand voor onderwijs heeft gehad of voor werk heeft gedaan in het land van herkomst. Dag 2 is dan de dag dat de vreemdeling met de advocaat gaat bespreken hoe dat eerste gehoor is verlopen. Dan worden daar ook correcties op geschreven als dat nodig is. En dan wordt de asielzoeker voorbereid op het nadergehoor. Dat plaatsvindt op dag 3. En dat gaat wel over de reden van de vlucht. Dus de asielmotieven. Dag 4 is dan vervolgens weer een dag dat de vreemdeling met de advocaat zit om dat gehoor na te bespreken, dat nadergehoor, en daar correcties en aanvullingen op te schrijven. In veel gevallen, als er een VA-zending plaatsvindt door de IND, dan gebeurt dat op deze dag. Maar gebeurt dat niet, dan kan er op dag 5, zal er op dag 5 een beslissing volgen, en die kan dan dus 2 smaken hebben. Dat is een kan een inwilliging zijn, dan is het klaar, dan heeft iemand een verblijfsvergunning gekregen. Maar het kan ook een voornemen tot afwijzing zijn, een voorgenomen besluit. Vervolgens kan dan op dag 6 de advocaat daar weer op reageren door een zienswijze te geven, waarin er wordt aangegeven door de advocaat waarom de vreemdeling het niet eens is met het afwijzende besluit. Een VA-zending, ik zie de vraag voorbij komen, dat wil dus zeggen dat de zaak naar de verlengde asielprocedure wordt gestuurd, waar een veel langere termijn geldt om een beslissing te nemen, als er bijvoorbeeld meer onderzoek nodig is. Nadat de asielzoeker met zijn advocaat op dag 6 een zienswijze heeft ingediend, volgt er op dag 7 opnieuw een besluit, of wordt in ieder geval door de IND op die dag gewerkt aan het nemen van een besluit, dat op dag 8 wordt uitgereikt aan de vreemdeling.
En dan kan het weer, kunnen er weer verschillende scenario's plaatsvinden. Dat kan alsnog worden ingewilligd naar aanleiding van de zienswijzers. Die ND denkt, nou, die advocaat die slaat de spijker wel op zijn kop. We kunnen er niet omheen, we moeten een vergunning verlenen. Dat komt wel eens voor. Maar vaker gebeurt het dat de IND vasthoudt aan de afwijzende beslissing. En dan volgt er dus een definitieve afwijzing, een beschikking. En dan is daartegen beroep bij de rechtbank mogelijk. Ja. Nou, wat zijn nou de gronden waarop een verblijfsvergunning kan worden verleend, een asielvergunning in Nederland? Dat gaat dan in de eerste plaats, en dat wordt wel de A-grond genoemd, omdat het in artikel 29 eerste lid onder A staat vermeld in de Vreemdelingenwet. Dan hebben we het over vluchtelingschap en dat gaat dus over vervolging. Op allerlei verschillende gronden kan die vervolging plaatsvinden. Denk aan religieuze vervolging, vervolging vanwege iemands etniciteit, het behoren tot een bepaalde sociale groep, het hebben van een politieke overtuiging. Dit volgt uit het VN-vluchtelingenverdrag. En dan is er nog een tweede grond, dat wordt wel de subsidiaire bescherming genoemd. Dat is een vergunning die wordt verleend wanneer er voor iemand een risico bestaat op foltering, in het geval van uitzetting naar het land van herkomst, hè, marteling dus, of onmenselijke of vernederende behandeling. En dat komt voort uit artikel 3 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, waarin een verbod op foltering en onmenselijke behandeling staat opgenomen. En dat is in de loop der tijd in de jurisprudentie zo geïnterpreteerd en uitgelegd dat het ook een verbod betekent voor een land waar iemand asiel aanvraagt om iemand terug te sturen naar een land waar zo'n behandeling kan plaatsvinden. Nou, dan moet er natuurlijk wel sprake zijn van een reëel risico. Dus dat is dan de vraag die moet worden beantwoord in de asielprocedure. Hoe is het dan in Nederland geregeld ten aanzien van vrouwelijke genitale verminking? Nou, de eerste vermelding van vrouwelijke genitale verminking als grond voor de verlening van een asielvergunning, die dateert van een kleine 20 jaar geleden. In een Kamerbrief van 6 juli van dat jaar wordt door de toenmalige minister dus melding van deze grond gemaakt. En daar wordt het nog geschaard onder een vorm van politiek vluchtelingschap. Dus een vorm van politieke vervolging. En dan kan er dus een A-status, een verblijfsvergunning op grond van vluchtelingschap worden verleend aan iemand die het gevaar loopt om besneden te worden, of in ieder geval zich daarop beroept. Nou, dat is inmiddels achterhaald. Zoals we zien op de volgende slide. UNHCR stelt dat ook in zijn stukken, dat VGV behoort tot gendergerelateerde vervolging. Dus UNHCR beschouwt meisjesbesnijdenis, vrouwenbesnijdenis wel degelijk ook als een vervolgingsgrond, op grond waarvan een verblijfsvergunning als vluchteling kan worden verleend. Dat is te lezen onder andere in de guidelines on International Protection nummer 1 over gendergerelateerde vervolgingsgronden. Ja. Maar in het Nederlands vreemdelingenbeleid, vandaag de dag, is het zo dat een verblijfsvergunning op grond van een reëel risico op het ondergaan van meisjesbesnijdenis of vrouwenbesnijdenis. Het kan soms ook om volwassen vrouwen gaan die de vrees hebben dat het hen overkomt. Wordt die verleend op de B-grond, de subsidiaire bescherming. Het wordt beschouwd als een vorm van marteling. Dat is trouwens een breed geaccepteerd, alom geaccepteerde definitie van VGV. En dit is opgenomen in de vreemdelingencirculaire, dus het Nederlands vreemdelingenbeleid. Daar staat dat de IND aan een vrouw of een meisje die zich beroept op vrees daarvoor een verblijfsvergunning verleent op de B-grond van artikel 29. Wanneer er wordt voldaan aan een aantal voorwaarden, dus er moet inderdaad een reëel risico op VGV zijn vastgesteld. Er moet geen sprake zijn van een mogelijkheid tot overheidsbescherming. Dus het moet niet zo zijn dat je in je land van herkomst tot de overheid kan wenden en dat die dan in staat is om jou ertegen te beschermen. Want als dat het geval is, dan hoef je dus geen verblijfsvergunning in Nederland te krijgen. Dan heb je die bescherming hier niet nodig.
En er moet ook geen sprake zijn van een vestigingsalternatief. Dus het moet ook niet mogelijk zijn voor een meisje of een vrouw om zich elders in het land van herkomst te vestigen waar zij niet dat risico lopen. He, bijvoorbeeld, het komt wel voor dat dat wordt tegengeworpen aan een vrouw of meisje dat je wel in een grote stad kunt vestigen, omdat het daar veiliger is dan op het platteland. En in sommige landen is er ook daadwerkelijk een aanmerkelijk verschil tussen de prevalentie van VGV in rurale gebieden versus de prevalentie van VGV in urbane gebieden en in de grote steden. Ja. Maar goed, wat is nou relevant bij de beoordeling van de vraag of er een reëel risico is voor een vrouw of meisje op besnijdenis? Dat is natuurlijk landeninformatie. En hoe is de situatie nou precies in het land van herkomst? Dus wat is de landelijke prevalentie van VGV? Maar ook, en dat is vaak heel belangrijk, zeker als de landelijke prevalentie niet extreem hoog is, dan is er vaak sprake van een grote variatie in prevalentie tussen verschillende bevolkingsgroepen of tussen verschillende gebieden binnen een land. Dus het is heel belangrijk om daar ook goed naar te kijken. Uit welk gebied komt iemand en tot welke etnische groep behoort iemand. En uiteraard zijn er daarnaast de individuele kenmerken van de asielzoeker die een rol kunnen spelen. Dus zijn er specifieke personen binnen de familie of binnen de bredere sociale gemeenschap waarvoor die persoon vreest dat die besnijdenis zullen uitvoeren of in ieder geval druk zullen uitoefenen om besnijdenis toe te passen op een dochter. Dat is natuurlijk de essentie van VGV, hè, dat het een sociale praktijk is die gepaard gaat met immense druk vanuit de sociale omgeving om dat toe te passen. Waar tegen ook een ouder bijvoorbeeld vaak geen weerstand kan bieden. Zeker niet als het een alleenstaande moeder is bijvoorbeeld. Ja, ik denk dat dit een goed moment is, want hierna ga ik het over de Guinese zaken hebben die ik net al noemde, om even te kijken of er nu al vragen zijn. Er zijn een paar vragen. Martin, heb jij enig idee hoeveel van de aanvragen binnen toekennen binnen 8 dagen wordt geregeld? Hoeveel asielaanvragen? Nee, ik durf daar eigenlijk geen percentage aan te verbinden. Er zijn misschien wel advocaten aanwezig die dat precies weten. Ik weet dat heel veel VA-zendingen plaatsvinden. Maar er zijn ook bijvoorbeeld wel zaken van goed gedocumenteerde mensen uit Syrië bijvoorbeeld. Daar is overigens ook weer een apart spoor voor. Die wel echt binnen een paar dagen tijd een verblijfsvergunning kunnen krijgen. Dus er zijn ook grote groepen vluchtelingen in Nederland die op grond van het feit dat ze bijvoorbeeld uit Syrië komen of uit Eritrea en dat ook makkelijk kunnen bewijzen, snel een verblijfsvergunning kunnen krijgen. Maar er zijn ook heel veel zaken die niet in de 8-daagse procedure kunnen worden afgehandeld en VA gezonden worden. En ja, de opmerking werd net ook gemaakt, 8 dagen is heel kort. Nou, dat is zonder meer waar. Ja. En dat is dus inderdaad vaak ook te kort om een zaak echt zorgvuldig te behandelen. En dat is ook een argument dat advocaten vaak ook aanvoeren in zo'n procedure. Van nou, deze zaak is niet eenvoudig en niet duidelijk genoeg om zomaar binnen 8 dagen af te wijzen. Dus zend u mijn cliënt alsjeblieft naar de verlengde asielprocedure, zodat er meer zorgvuldigheid kan worden betracht bij de beoordeling van de asielaanvraag. En het is misschien interessant om te noemen dat het kinderrechtencomité, ik kom daar later ook nog even over te spreken, dat is het comité van de VN dat toeziet op de naleving van het internationaal verdrag in zaken de rechten van het kind. En die hebben een aantal taken. Maar een van die taken is dat ze om de 5 jaar rapporteren over een lidstaat bij dat verdrag en dan ook aanbevelingen doen. En de laatste keer dat het comité dat heeft gedaan ten aanzien van Nederland, dat was in 2015, meen ik. Binnenkort is Nederland overigens weer aan de beurt. Toen heeft het comité ook iets gezegd over die 8-daagse procedure in relatie tot de positie van kinderen. En dat de zorgvuldigheid soms niet ten goede komt. Dankjewel. Ik ga nog 1 vraag proberen samen te vatten. In elk geval, wat maakt nou dat een advocaat wel of niet kiest voor om VGV als grond voor asiel
in te brengen? Ja, het werd verwoord als de strategie te kiezen om VGV op te voeren als grond voor asiel. Nou, ik denk dat vaak de vreemdeling zelf dat al aanvoert. Je hebt natuurlijk de voorbereiding van je asielprocedure met je advocaat en met vluchtelingenwerk. En een advocaat en of iemand van vluchtelingenwerk, die is er natuurlijk alert op bij mensen die uit een land komen waar VGV veel voorkomt. En er zijn vrouwen maken deel uit van het gezin, of het gaat om een vrouw alleen, dan kom je natuurlijk al snel te spreken over dat onderwerp, mede over dat onderwerp en of dat een rol speelt in hun leven en of ze daar inderdaad vrees voor hebben. Ja. Ja, ik denk dat de achterliggende vraag ook is dat het idee is dat het vaker dat het niet zo vaak naar voren wordt gebracht als misschien mogelijk zou zijn. Dus dat als er meerdere gronden zijn om op grond waarvan je asiel zou kunnen aanvragen, dat er dan vaak voor een andere grond wordt gekozen dan vrees voor VGV. Ik weet niet of je daar iets over kan zeggen. Nou, ik denk, ik heb zelf in een ver verleden ook bij de IND gewerkt. En daar was het een standaard praktijk om bij mensen uit bepaalde herkomstlanden, bij vrouwen, dan ook die vragen te stellen. Dus dan was dat al standaard onderdeel van het nader gehoor. Ik weet niet of dat nog steeds zo is, maar ik zou me dat heel goed kunnen voorstellen. Dus dan wordt het in ieder geval wel meegenomen. Maar je kunt je natuurlijk ook voorstellen dat het voor mensen uit bepaalde landen van herkomst, die hebben het asielmotief van de besnijdenis niet echt nodig om een goede kans op een asielvergunning te maken. Bijvoorbeeld iemand uit Eritrea die goed gedocumenteerd is of een duidelijk verhaal heeft. Ja, dan kan het zo zijn dat er op andere gronden al een asielvergunning kan worden verleend. En dan maakt het ook niet heel veel uit dat het geen rol speelt. Je kunt dus ook niet echt zeggen in hoeveel gevallen er nou eigenlijk op grond van VGV, risico op VGV, in Nederland asielvergunningen worden verleend. Volgens mij worden die cijfers niet bijgehouden. En ook niet hoe vaak dat nou precies een rol speelt. Want er zijn ook heel veel mensen die een vergunning krijgen op een andere grond, maar tegelijkertijd ook wel zich hadden kunnen beroepen op VGV. Of dat ook wel hebben gedaan, maar waar dat niet heeft uitgemaakt voor de uitkomst van de procedure, omdat ze op een andere grond al een status kregen. Oké, dankjewel. Dat is denk ik een antwoord op deze vraag. Laten we doorgaan. Ik zie nog wel andere vragen binnenkomen. Ja. Ik zie ook een interessante vraag op zich hoor, of het alleen over het risico gaat of dat ook het feit dat je al besneden bent een rol kan spelen. Het is natuurlijk zo dat het feit dat een vrouw al besneden is, dat heeft allerlei gevolgen voor een vrouw, zowel fysiek als psychisch. En dat kan op zichzelf ook al een reden zijn om te zeggen, ik kan niet terug naar mijn land van herkomst. Daar kun je je op baseren. Maar over het algemeen, zeker als je het hebt over zaken die bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens worden gevoerd, gaat het wel echt over het risico dat het je overkomt. Maar er is ook een interessante zaak, die zit niet in mijn slides, bij het comité, het anti-foltercomité geweest een aantal jaar geleden. Een zaak tegen Nederland, ook van een volwassen vrouw uit Guinea die in Nederland een reconstruerende operatie had ondergaan. En die beriep zich dus op de vrees om in Guinea bij uitzetting weer opnieuw onderworpen te worden aan besnijdenis. Maar zij was inmiddels 27 of 28 jaar oud. En er was niet echt aan te tonen voor haar of niet echt aannemelijk te maken op basis van de informatie dat zij daadwerkelijk een risico zou lopen in dat land dat haar dat nog een keer zou overkomen. Je kunt zich waarschijnlijk voorstellen dat er niet statistische gegevens zijn over dat specifieke risico opnieuw besneden worden, omdat dat een zeldzaam situatie is dat een vrouw zo'n operatie heeft ondergaan. Dus dat was niet echt aan te tonen, maar het anti-foltercomité heeft toen heel veel belang gehecht aan het feit dat die mevrouw als achtjarige, dus als kind, in dat land van herkomst Guinea al eens besnijdenis heeft ondergaan, met alle traumatische gevolgen van dien die dat voor haar heeft gehad. En de mentale druk die een uitzetting met zich mee zou brengen, de mentale gevolgen daarvan, waren mede reden voor het anti-foltercomité om haar klacht gegrond te verklaren. Of om in haar voordeel te oordelen in die zaak. Dus het kan zeker een rol spelen
dat er al een besnijdenis heeft plaatsgevonden bij een vrouw. En het kan natuurlijk ook van belang zijn als het gaat over kinderen. Of de moeder al besneden is zelf, dat is een indicator. Dat kan als een indicator worden gezien voor het risico dat een kind loopt. Ik denk dat ik nu wil toekomen aan de Chinese zaken. Want daar zijn een flink aantal van gepasseerd op onze kinderrechten helpdesk. En dat is al jarenlang zo, eigenlijk sinds 2013-14 ongeveer. En om te beginnen even over de Chinese context. Dat is een land waar de nationale prevalentie extreem hoog is. Het is na Somalië het land met de hoogste landelijke prevalentie. Dat is om en nabij de 95%. Dat volgt uit cijfers van EDS Mix. Dat is Chinese onderzoek. Dat is zeg maar het Bureau voor de Statistiek van Guinea, bevolkingsonderzoek in Guinea. Het TAB staat voor thematisch ambtsbericht van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Dat is een recent ambtsbericht, daar staat het ook in. En het algemeen ambtsbericht, het AAB van 2014, dat is het laatste algemeen ambtsbericht over Guinea, dat laat dat ook zien. En die prevalentie, dat is heel belangrijk, die is ook al decennia lang stabiel. Die is al jarenlang extreem hoog. Dat kun je ook zien als je naar die statistische gegevens van jaren terugkijkt en ook de oude ambtsberichten van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Er vindt dus eigenlijk geen verandering plaats. Er is geen sprake van een substantiële verbetering. Het is zelfs zo dat de lijn zelfs nog iets omhoog loopt. Uit de cijfers blijkt ook niet van een substantieel verschil tussen vrouwen met een hoge of met een lage opleiding. Er is af en toe een 1 of 2 procentpunt verschil tussen die categorieën, maar dan zitten ze nog steeds allebei hoog in de 90%. Dat maakt dus niet zo heel veel uit. En er is ook geen verschil tussen vrouwen uit urbaan gebied, uit de stad, of vrouwen uit de dorpen in Guinea, van het platteland. Sterker nog, de laatste cijfers van de Chinese autoriteiten, die laten zelfs zien dat de prevalentie in Conakry ietsjes hoger ligt dan in de rest van het land. Het is 96, nog wat tegen 95%. En je kunt je dan natuurlijk ook de vraag stellen, als je het over dat soort percentages hebt, wat maakt het uit, hè? Dat er een verschil is? Dat is zo minimaal, dat risico is overal immens en moet dat niet al voldoende zijn? Dat is dus ook mijn visie hierop. Hij mag naar de volgende. Nou goed, ik wil jullie graag meenemen eigenlijk langs een soort tijdlijn in hoe er nou is omgegaan met deze Chinese zaken door de jaren heen. En dat brengt me dan allereerst terug bij een zaak van een uitspraak van de rechtbank Almelo. Dat is van 11 jaar geleden. Verder, er zijn misschien ook nog wel zaken voor die tijd geweest, maar zover heb ik in ieder geval teruggezocht. Het gaat daar om een moeder met een dochter, die komen uit Conakry. En moeder heeft een paar jaar op de middelbare school gezeten. Nou, de IND zegt, in Conakry is er minder sociale controle. Dat is een argument dat vaker terugkomt. Het is niet helemaal duidelijk waar dat nou op gebaseerd is. Want de prevalentie in Conakry, die doet dus niet onder voor de rest van het land. En de IND zegt ook, hoogopgeleide en economisch zelfstandige vrouwen kunnen in staat zijn om hun dochter aan besnijdenis te onttrekken, aan VGV te onttrekken. De rechtbank Almelo doet uitspraak en die zegt, nou, moeder is in de eerste plaats niet hoog opgeleid. Ze heeft een aantal jaren middelbaar onderwijs. Overweegt dan ook dat er niet aan kan worden voorbijgegaan dat het ambtsbericht melding maakt van 96% van de vrouwen die besneden wordt en dat de sociale druk om het te ondergaan zeer hoog is. Nou, dat is een hele duidelijke en mooie overweging. Die ook echt uitgaat van het belang van die nationale prevalentie. Dat dus zo extreem is dat je niet heel veel individuele kenmerken of individuele bewijzen nog hoeft aan te leveren, dat jij specifiek dan ook dat risico loopt. Hè? Wat dus blijkbaar ieder meisje in Guinea loopt. Ja. Nou, de IND legt zich er in deze zaak niet bij neer en gaat in hoger beroep bij de Raad van State. Dat officieel heet dat de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dat is de hoogste rechter in Nederland in vreemdelingenzaken. En die wordt afgekort als ABRVS. Die doet uitspraak in dezelfde zaak in oktober van 2010. En die oordeelt dan, nou, het percentage op het platteland ligt volgens het ambtsbericht hoger dan in de stad. Dat is de enige overweging die in de uitspraak staat over dat verschil. Dus er staat niet bij wat is nou precies het verschil en hoe hoog zijn die percentages. Ik heb dat even nagekeken. En het meest recente rapport van de Chinese autoriteiten dat er op dat moment lag,
dat vermelden inderdaad een verschil. Maar dan had je dus over een verschil tussen 94% in de stad en 96,5% op het platteland. Lijkt me nou niet zo heel erg relevant voor de beantwoording van de vraag of een meisje een risico loopt. Dat loop je dan in Conakry ook nog wel. De Raad van State oordeelt ook, er is minder sociale controle in de stad en onttrekking is mogelijk voor de hoogopgeleide en economisch zelfstandige vrouw. Vervolgens gaat de Raad van State verder door te zeggen van nou, ze komt uit Conakry en ze heeft dus enige jaar onderwijs gehad en dat vindt de Raad van State voldoende. Overweegt de Raad van State dan ook dat er geen concrete feiten naar voren zijn gebracht ter onderbouwing van het standpunt dat zij de dochter er niet tegen kan beschermen. Met andere woorden, mevrouw heeft geen special distinguishing features aangevoerd. Dat is asielrechttaal voor je moet persoonlijke omstandigheden naar voren brengen waaruit blijkt dat jij, specifiek jij, risico loopt dat je dit overkomt. En die eis wordt dus gesteld in de context waarbij nagenoeg ieder meisje in een land besneden wordt. Brengt de Raad van State tot het oordeel dat de IND terecht de asielaanvraag had afgewezen en dat het hoge beroep van de staatssecretaris tegen de uitspraak van de rechtbank Almelo dus gegrond verklaard wordt. Met andere woorden, deze moeder en haar dochter raken in Nederland uitgeprocedeerd en daarmee ben je dus ook uitzetbaar naar Guinea op dat moment. De advocaat van deze mevrouw en haar dochter laat het er niet bij zitten en die gaat een klacht indienen bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Hè. Dat is wat je dan nog kunt doen. Je kunt ook naar bijvoorbeeld het Antifraudecomité, dat is ook een mogelijkheid, en nog een aantal comité's. Maar je kunt ook naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens gaan. Deze advocaat heeft dat gelukkig gedaan en die heeft daar ook gelijk gekregen. Want in juni van 2012, de klacht is in 2011 ingediend, in juni 2012... geeft het Europees Hof een interim measure af. Dat wil zeggen, het verbiedt de Nederlandse overheid om deze mevrouw en haar dochter uit te zetten. Totdat de klacht door het Europees Hof is behandeld. En er worden ook vragen gesteld aan de Nederlandse staat door het Europees Hof. Namelijk, kunnen zij los van hun familie in Conakry overleven? En kan de moeder de dochter tegen VGV beschermen? En hoe dan? En als dat niet kan, waarom kan dat niet? Nou goed, die vragen zijn gesteld aan de Nederlandse overheid. Ja. En de reactie van de Nederlandse overheid is vervolgens, nou, dan nodigen we mevrouw en haar dochter alsnog opnieuw uit in Ter Apel. En die is daar naartoe gegaan om opnieuw een asielaanvraag te doen, die vervolgens ook direct werd ingewilligd. Dus het Europees Hof stelt kritische vragen aan de Nederlandse overheid en de reactie is, we binden in eigenlijk, eieren voor het geld gekozen. En er wordt alsnog een asielstatus verleend aan deze dochter en haar moeder. Dat is op zichzelf natuurlijk een prima resultaat, maar het gevolg is ook dat er geen uitspraak komt door het Europees Hof. Hè. Er komt dus geen inhoudelijk oordeel over de vraag of de IND in deze zaak nou onjuist heeft gehandeld door af te wijzen. En een ander nadeel is dat deze mevrouw en haar dochter nu wel in Nederland een verblijfsvergunning krijgen, maar jaren hebben moeten wachten voordat ze zover waren. En jaren van onzekerheid dus ook in AZC's betekent dat. Ja. Goed, dan maken we een sprong in de tijd. Want in 2015, en daar was ik zelf dan wel wat nauwer bij betrokken, in 2010 nog niet, zijn er weer twee uitspraken gedaan door de Raad van State in hoge beroepen. Ik behandel hier niet de uitspraken die daaraan vooraf zijn gegaan van de lagere rechtbanken. Ik hou het even bij de uitspraak van de Raad van State. Hier wordt door de Raad van State geoordeeld. Nou, de prevalentie in Guinea is extreem hoog. Hè. Op dat moment blijkt uit het ambtsbericht dat het tegen de 97% is. Maar ook, zegt de Raad van State, er is sprake van enige verbetering volgens het ambtsbericht. Dat is discutabel, daar ga ik in mijn volgende slide nader op in. En wat de Raad van State ook zegt, is dat meestal de ouders beslissen en in het bijzonder de moeder. Dus die wordt eigenlijk een allesbepalende rol toegedicht. En vervolgens leidt dat tot de conclusie, de moeders in kwestie, het ging hier dus om twee zaken van twee afzonderlijke moeders met hun respectievelijke dochters.
En de conclusie die de Raad van State trekt in die beide zaken is dat de moeder die niet wil dat haar dochter besneden wordt, in het algemeen, dat die dochter ook in het algemeen ook geen risico loopt om dan toch te worden besneden tegen de wil van die moeder in. En het opmerkelijke aan deze twee zaken is dat het in één van de beide zaken ging het om een mevrouw uit Conakry met enige mate van opleiding. Was een beetje vergelijkbaar met die zaken 2010. Het ging om een aantal jaren middelbaar onderwijs. Dus hoog opgeleid lijkt mij dat niet, maar er was wel enige sprake van opleiding. Maar de andere vrouw, dat betrof iemand zonder enige opleiding. Een analfabete vrouw uit een klein dorpje. Dus uit een hele andere context. En wat opvalt in deze uitspraken is dat die individuele omstandigheden, dus dat opleidingsniveau, dat verschil daartussen, en ook de vraag of iemand nou uit de stad of het platteland afkomstig is, dat speelt geen rol meer. Want de wil van de moeder is wet, is eigenlijk het oordeel van de Raad van State, en dat geldt dus voor elke Chinese vrouw. Wil je niet dat je dochter besneden wordt, dan kun je haar daar tegen beschermen, is de conclusie. Opvallend verschil met de vorige uitspraak, dus van 5 jaar eerder. Over die landeninformatie, ja, daar ging het dus in de uitspraak ook voor een belangrijk deel over. Er was op dat moment een ambtsbericht, overigens nog steeds vigerende ambtsbericht van 2014, waarin staat dat er sprake is van verbeteringen en ook die zin over dat de moeder bepalend is, hè, voor de vraag of een kind al dan niet besneden wordt. En het opvallende aan die passages over verbeteringen is dat daar een heleboel voetnoten bij staan, maar al die voetnoten die bevatten alleen maar vermelding van vertrouwelijke bronnen. Dus er is niet één kenbare bron in die passage waar ja, die geverifieerd kan worden. Dat is zeer opmerkelijk, zeker omdat het ook een passage is die heet verbeteringen of verandering, iets in die trant. Een tussenkopje wat je in ambtsberichten doorgaans niet ziet. Ik heb alle voorgaande ambtsberichten erop nageslagen. Niks gevonden wat erop lijkt. En ook nooit een hele serie vertrouwelijke bronnen. Helemaal geen vertrouwelijke bronnen eigenlijk. Maar hier wel. Dus dat is wat mij betreft uitermate discutabel. En de stelling over dat de moeder de allesbepalende rol heeft. De allesbepalende stem eigenlijk. Dat haar wil bepaalt. Daar zit helemaal geen bron bij. Dat is wat mij betreft niet goed uit te leggen om daar dit soort beslissingen op te baseren. Want we hebben het hier wel over het eventueel terugsturen van deze kinderen naar een situatie waarvan ik heilig geloof dat er daadwerkelijk een enorm risico is op besnijdenis. Dat het gewoon ook echt kan gebeuren. Gelet op de context in Guinea. En wat ook opvalt aan die uitspraken is dat de enorme druk die er bestaat, hè, de sociale druk om het uit te voeren, ook op moeders, ook op familieleden, vanuit andere familieleden of de bredere sociale omgeving, daar lijkt een blinde vlek voor te bestaan. Hè. Dus waar we bij de rechtbank Almelo in 2010 nog een prachtige overweging zagen, waarin dat centraal stond, zie je dat in de uitspraken van de afdeling eigenlijk niet terugkomen. Hè. Wordt dat een beetje genegeerd, lijkt het. En waar ook geen aandacht voor is, dat is het feit dat er niet wordt stilgestaan bij de vraag, ja, en wat nou als inderdaad deze moeder in staat blijkt te zijn om haar dochter te behoeden voor VGV? Wat betekent dat dan concreet voor het meisje zelf? Want in Guinea geldt dat als je als onbesneden meisje door het leven moet, word je als een paria gezien. De vraag is, ben je dan nog wel huwbaar? Er kan zelfs sprake zijn van psychisch geweld, uitgescholden worden. Er zijn bepaalde woorden voor, scheldwoorden voor onbesneden vrouw in dat land. Overigens in andere landen geldt dat ook. En ook fysiek geweld behoort tot de mogelijkheden. Dat beschrijft bijvoorbeeld UNICEF in een kinderambtsbericht over Guinea. Op de vraag wat dat dan betekent en of dat niet ook tot asielbescherming zou kunnen leiden om dat kind, om de ontwikkeling van dat kind te waarborgen, die vraag wordt niet beantwoord. Nou goed, we zitten dus dan weer met nieuwe afwijzing en logischerwijze, omdat het hier de Raad van State is, de hoogste rechter, wordt die lijn gevolgd in andere zaken, door de IND om te beginnen natuurlijk, hè, die baseren daar afwijzingen op, maar ook rechters volgen dit oordeel van de Raad van State en dus volgen er meer afwijzingen.
Ik heb er destijds een artikel over geschreven, over die uitspraken van 2015, te lezen in ANMR 2016, voor degenen die geïnteresseerd zijn. Dat kan zo doorgestuurd worden. Maar dat is eigenlijk al wel weer een beetje achterhaald. Hij kan naar de volgende. Ja, wat interessant is, er zijn ook wel eens uitspraken in andere landen, en ik heb die niet allemaal in beeld, maar in ieder geval interessant is een uitspraak van ongeveer dezelfde periode, een jaar eerder in België, de hoogste rechter daar, dus het equivalent van onze Raad van State, waarbij het gaat over een moeder en dochter uit Conakry. En de Raad voor Vreemdelingenbetwisting zegt dan, de meeste Guineese meisjes lopen, gezien de landeninformatie, een zeer groot risico om slachtoffer te worden van FGM. En dat is zo groot, dat risico, dat er eigenlijk een quasi-zekerheid bestaat dat het ook echt gaat gebeuren. En dat is voldoende voor een asielvergunning. Dus er worden geen specifieke individuele omstandigheden vereist door de Belgische hoogste rechter. En dat staat echt diametraal tegenover de uitspraak van onze Raad van State. Dat is echt, staan echt haaks op elkaar. Goed, wat advocaten doen na deze uitspraken en ook na meer afwijzingen die volgen, is opnieuw naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Er wordt opnieuw geklaagd. En ik denk dat ik dit even iets sneller moet behandelen, maar het ERM behandelt in de periode na 2015 zes zaken. En die klachten worden gecommuniceerd, dat wil zeggen de Nederlandse staat wordt in kennis gesteld van deze klachten in december 2017 en dan wordt er weer een vraag gesteld aan Nederland, meerdere vragen, maar ook in ieder geval deze vraag, of er gelet op de landinformatie over Guinea geen dreiging bestaat op, van een schending van artikel 3 van het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens, doordat ze daar VGV zullen moeten ondergaan. Ja. Nou, dan moet de IND dus weer reageren op deze vragen van het Europees Hof. En wat zien we dan? Eigenlijk een herhaling van wat we eerder zagen. In april 2018, toen was de deadline voor de IND om te reageren, zien we dat ze in drie zaken alsnog een asielvergunning verlenen. Dus de advocaten in kwestie ontvangen een brief, ja, we willen er toch in. En het is relevant om te bedenken, die moeders die wilden van meet af aan al niet dat hun dochter werd besneden. Dat was dus eerder nog voor de staatssecretaris, voor de IND, reden om hun aanvraag af te wijzen. Hè, want moederswil was wet. Die moeders wilden nog steeds niet dat hun dochter besneden zou worden. Maar nu staat dat niet meer in de weg aan het krijgen van een vergunning. De andere drie zaken, daarvoor geldt eentje, die telde niet meer mee, omdat er al een andere vergunning was verleend op een hele andere grond. Niet relevant. En in twee zaken is er verweer gevoerd door de IND bij het Europees Hof. Maar ook in deze twee zaken is er later alsnog een vergunning verleend op een hele andere grond die losstaat van asiel. Wat we in ieder geval kunnen concluderen uit het feit dat er drie vergunningen werden verleend aan in drie van de zes zaken, is dat ook volgens de IND de wil van de moeder nu niet langer de doorslaggevende factor is. Ja. We gaan richting de laatste minuten alweer. Het is echt ongelooflijk. Ja, ik ga even nog proberen tempo te maken. Dan zou je denken, dan is dit nu twee keer gebeurd, dan wordt het misschien tijd voor de IND om te denken aan een beleidswijziging en om te kijken, nou, kunnen we meisjes uit Guinea niet asielbescherming verlenen omdat zij daar een immens groot risico lopen. Maar dat gebeurt niet. Asielaanvragen van Guineese meisjes worden nog altijd afgewezen. Er wordt dan in sommige zaken een beroep gedaan op het gelijkheidsbeginsel. Hè, dus dat Guineese moeders en hun meisjes die zeggen, ja, kijk nou eens naar die andere zaken van het Europees Hof. Daar is ook ingewilligd. En onze zaak is eigenlijk niet anders dan die zaak. Nou, in één geval leidde dat ook tot een prachtig gegrond beroep van de rechtbank Utrecht. En die uitspraak leidde in weer een andere zaak die al in hoger beroep lag bij de Raad van State. Vervolgens tot vragen van die Raad van State aan de IND, waar ik staatssecretaris schrijf, kunt u ook IND lezen, dat is hetzelfde. En dan geeft de IND aan, ja, we hanteren nu een nieuw beleidskader. We gaan kijken nu weer naar andere dingen. Om te bepalen of een meisje wel of niet het risico loopt op besnijdenis. En dat zijn drie punten. Het eerste punt is de moeder zelf besneden?
Het tweede punt is, kan de moeder zichzelf staande houden in haar herkomstgebied? En dan wordt er vooral ook weer gekeken naar het onderscheid tussen de stad en het platteland. En de vraag of de moeder tot de hoogopgeleide elite behoort. Dus wat je ziet is, het was moeders wil is geen wet. Het maakt eigenlijk helemaal niet uit wat verder de individuele omstandigheden waren van de moeder, hoogopgeleid of niet. Kwam ze uit de stad, van het platteland, het maakte niet uit. Nu wordt het ineens weer wel relevant. Dus we keren eigenlijk weer terug naar de situatie die speelde in de zaak van 2010. Ja. En ook daar zien we dat weer, dan komt er weer een nieuwe afdelingsuitspraak, nota bene op Zero Tolerance Day vorig jaar, waarin we dat ook weer terugzien. De staatssecretaris, de IND, verandert eigenlijk steeds van wijze van toetsing in dit soort zaken. Al nagelang er weer een zaak bij het Europees Hof is geweest die tot vragen heeft geleid en op basis waarvan ze alsnog hebben moeten inwilligen, wordt er weer een iets andere koers uitgestippeld. En de Raad van State reageert daar op een ongekend flexibele wijze op door steeds de staatssecretaris te volgen. In het oordeel van 6 februari vorig jaar zegt de Raad van State, nou, de moeder komt niet van het platteland, maar uit Conakry. Hier is dat dus ineens weer wel relevant. Ook daar komt VGV veel voor, maar dit neemt niet weg dat de sociale controle er minder is. Nou, dat is opmerkelijk, hè. Ook daar komt het veel voor. Dat is eufemisme van de bovenste plank, want de statistieken laten gewoon zien dat het op zijn minst even hoog is in Conakry, de prevalentie. Dus je kunt niet zeggen, ook daar komt het veel voor. Dat is geen deugdelijke motivering wat mij betreft. En het meest opmerkelijk aan die uitspraak is dat volgens de Raad van State in Conakry effectief bescherming van de overheid kan worden gevraagd tegen VGV, namelijk bij de instantie OPRO-GEM. En dat is een overheidsinstantie. Wat ze ook oordelen in die zaak, de Raad van State, is dat er geen directe familie is die kan dwingen tot het laten ondergaan van VGV. En dat de moeder onderwijs heeft genoten. Het ging hier ook weer om een aantal jaar middelbare school. En daarom wordt vermoed dat zij wel in haar eigen levensonderhoud zal kunnen voorzien. Ja. Het opmerkelijke is dus dat de Raad van State in deze zaak weer terugkeert naar een beoordeling waarbij wel de individuele kenmerken van belang zijn. Zie je ook de uitspraak uit 2010 en dus het standpunt van de wil van de moeder helemaal loslaat. Maar uiteindelijk is het resultaat hetzelfde, namelijk weer een afwijzing. En dus raken opnieuw Chinese meisjes door deze uitspraak. Want er zijn inmiddels al meer zaken weer waarbij op basis van deze uitspraak tot een afwijzing wordt gekomen, raken Chinese meisjes weer uitgeprocedeerd. En dus moeten die opnieuw naar het Europees Hof om te klagen over deze gang van zaken. En de extreem hoge prevalentie in Guinea is nog steeds onvoldoende reden om een vergunning te verlenen. Nou, en dan nog even over dat OPRO-GEM, die overheidsbescherming. De vraag is hoe de Raad van State precies tot die overweging komt in de uitspraak, want in de vreemdelingencirculaire die op dat moment geldig was, staat dat voor vrouwen en meisjes die aanneming hebben gemaakt dat ze te vrezen hebben voor VGV, er geen mogelijkheid van overheidsbescherming wordt aangenomen. Dus het beleid zegt zelf, nou, we gaan er niet vanuit dat de overheidsbescherming kan worden verleend, maar toch oordeelt de Raad van State dat het wel tot de mogelijkheden behoort. Ja. En ook uit het algemeen ambtsbericht blijkt in hele duidelijke taal dat officieel meisjes en moeders daar wel kunnen aankloppen bij die instantie OPRO-GEM, maar dat ze in de praktijk geen daadwerkelijke bescherming verlenen. Maar deze glasheldere stellingen uit het ambtsbericht en uit de vreemdelingencirculaire maken voor de Raad van State kennelijk niet uit. Martin, ja. We moeten gaan afronden. Ja. Ik zal het samenvatten. Kijk, mijn fundamentele kritiek is dat in Nederland natuurlijk vanuit de overheid en ook het ministerie van Justitie en Veiligheid er ontzettend veel aandacht wordt besteed aan bewustwordingscampagnes over VGV in Nederland. En binnen migrantengroepen aan voorlichting wordt gedaan en aan preventie. En wordt gekeken hoe er kan worden voorkomen dat mensen, meisjes, toch
laten besnijden in het land van herkomst. Hè, bijvoorbeeld door hen daar in de zomervakantie naartoe te brengen om het te laten ondergaan. Er is ontzettend veel aandacht voor aan de ene kant. En het wordt ook in de politiek, kamerbreed, heeft men er de mond vol van dat we dit tegen moeten gaan. En dat is natuurlijk ook volkomen terecht. En het is strafbaar in Nederland. En daar heb ik allemaal uiteraard helemaal geen bezwaar tegen. Integendeel, dat is fantastisch. Maar tegelijkertijd zien we dat vreemdelingen, en deze problematiek is niet alleen maar bij de Chinese zaken, maar dit is wel het meest treffende voorbeeld, in ieder geval dat ik tegenkom in mijn werk, en omdat de prevalentie daar zo extreem hoog is. In die zaken wordt er voorbij gegaan aan het feit dat dit kwetsbare kinderen zijn die bescherming moeten krijgen. En de enige reden die daarvoor kennelijk bestaat, is dat het dan betekent dat we hen hier een verblijfsvergunning moeten geven in Nederland en hen moeten beschermen. En ik moet dan constateren dat het de drang om migratie strikt te maken en om zo min mogelijk asielvergunningen te geven, of in ieder geval dat zo goed mogelijk te beperken, dat belangrijker wordt geacht door de Nederlandse overheid dan deze kwetsbare groep meisjes te beschermen tegen wat hen te wachten staat in het land van herkomst. En Martin, misschien nog, ik zag hem ook als vraag voorbij komen, hè? Want er zijn een aantal juristen en er zijn mensen in de publieke gezondheidszorg en dan vinden we het met elkaar natuurlijk altijd heel erg fijn van, kunnen we iets doen? Is er iets van handelingsperspectief, hè? In die spanning die je eigenlijk beschrijft, of die misschien wel, hè, die tegenstrijdigheid, is er iets wat mensen kunnen doen hierin? Ja, zeker. Nou ja, voor zover het om de juristen gaat, is het natuurlijk van belang dat je in dit soort zaken, waar VGV een rol speelt, hè, en dat niet alleen bij de Chinese zaken, maar ook andere zaken, blijven strijden voor de rechten van deze kinderen en niet neerleggen bij de uitspraken over het risico door de Raad van State, maar doorprocederen waar nodig naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. En daar probeer ik zelf ook een bijdrage aan te leveren. Wat we ook zien is dat, en dat had ik nog willen vertellen, het kinderrechtencomité heeft een aantal uitspraken gedaan in zaken tegen Denemarken, waar ze met een vergelijkbaar probleem zitten, maar dan met Somalische meisjes. En in Somalië heb je een vergelijkbaar hoge prevalentie. Het kinderrechtencomité zegt dan, de afwijzing van deze meisjes leidt tot een schending van een aantal artikelen uit het kinderrechtenverdrag. En ze mogen niet worden uitgezet. Maar in de praktijk blijkt dat deze meisjes toch worden uitgezet door de Deense autoriteiten. Dus er zijn al twee Somalische meisjes, ondanks die uitspraken, toch uitgezet. En dat is een scenario waar we natuurlijk voor moeten oppassen dat in Nederland ook zou kunnen gebeuren. Want met deze uitspraak van februari vorig jaar hebben we opnieuw een mogelijkheid, in ieder geval, dat meisjes uitgeprocedeerd zijn, raken en uitzetbaar worden. En dan wordt het daadwerkelijk gevaarlijk voor hen. Martin, er zijn nog heel veel vragen in de chat. Ja, we zijn over de tijd heen. We gaan, ik wil voorstellen om de vragen die er nog staan in de chat, om die, dat we die even schriftelijk gaan beantwoorden. Ja. Ik wil heel graag voor de mensen die er nog zijn, ik heb er alle begrip voor, want we zijn over de tijd gegaan, dat er al een aantal mensen de sessie verlaten. Voor de mensen die er nog zijn, wil ik nog heel graag even de afsluitende vraag voor de webinar. De Mentimeter. Oh, dan moet u weer naar Mentimeter, www.mentimeter. Nee, www.menti.com. En de code gebruiken die daar bovenaan staat. Ik kan hem zelf weer niet meer zien. Elise, kan jij hem weer oplezen? Ja, 7615-5895. Dus 7615-5895. Dankjewel. En dan willen we heel graag even weten, in beeld brengen, hoe dit er nu uitziet. Kijk.
Ja, zou natuurlijk het allerleukste zijn als ik mijn plaatje van daarnet nu in beeld erbij zou kunnen brengen. Maar ik hoop dat u het ook nog het beeld even in uw gedachten heeft. De balken zijn in elk geval verschoven. Dus dat is heel erg mooi. Daar ben ik blij mee. Dat betekent dat we in elk geval in dit uur... dat er bij een groot deel van de mensen in elk geval nieuwe informatie is binnengekomen. Heel fijn. Ik laat hem nog even een paar seconden open. Ik ga in de chat zometeen. Ik laat deze nog heel even open. En dan ga ik dit beeld weer sluiten. En dan open ik zo in de chat. Komt er een link naar de evaluatie. Als u daar nog ruimte voor heeft of nog tijd voor heeft, dan zouden we het heel fijn vinden als u nog even de evaluatie wil invullen. En dan rest mij ook nog de aankondiging voor de volgende webinar. En dat is op 17 mei. En dat zal hoogstwaarschijnlijk gaan over zorg. Dus over medische zorg aan vrouwen die al besneden zijn. En dat is op 17 mei, zelfde tijdstip, 14:30 tot 14:30. Dank u wel. Als het goed is, ziet u rechts in de chat de link naar evaluatie. Hopelijk tot de volgende keer. Martin, hartelijk bedankt. Heel fijn. Tot ziens. Graag gedaan. Bedankt allemaal.